Vandaag zijn we in een tuin in Meadow en ik wil graag wat vertellen over bepaalde planten die hier in deze tuin staan, wat mogelijk wel interessant is voor u als kijker. Hier staan we bij een drietal planten, twee heersers en één vaste plant. Ik wil met deze even beginnen, het is de Nandina domestica. Een hele mooie heerser die witte bloemen heeft, zoals je kunt zien. En later in de zomer ook mooie rode bessen geeft. Een andere sierwaarde is natuurlijk zijn mooi uitlopende rode blad. Je hebt daar meerdere soorten van, met geel blad, maar ook zelfs met rood blad, de hele zomer door. Hier voor mij staat de Viburnum Davidi, best wel veel bekend. Hij bloeit met witte schermbloemen en hij heeft gebloeid. En dat kan je ook zien, want hier komen de besjes alweer. En de besjes gaan straks nog meer kleuren en dan worden ze helemaal staalblauw. Ook een mooie lage heerser, groen blijvend. En dat is ook prettig. En bij niet te strenge winters is deze ook, half wintergroen noemen we dat, ook groen blijvend. Hier staan we nog bij een vaste plant, de Acanthus mollis. Een decoratieve plant met decoratief blad, maar ook met decoratieve bloemen. Heeft een beetje stekelachtige bloemen. Komen zaaddoosjes in de oksels van de bloemen. Het mooiste is om hem niet in een grote vaste plantenborden te zetten, want dan komt hij wat minder tot zijn recht. Maar juist zeg maar een beetje een solitaire plek. Hier staat hij aan de rand van de vijver. Hier staan we bij een drietal planten. Een heerser, een vaste plant en een boom. Ik begin met de heerser. Dit is de Calycanthus floridus, de specerijstruik. U ziet wel hele mooie rode bloemen heeft hij. Dit zijn de laatste bloemen. Hij heeft namelijk al gebloeid en dat kun je hier zien aan de vruchtdoosjes die hier zitten. Maar het is een mooie struik met mooi groot blad. Gezonde struik ook. Want zoals iedereen weet hebben we best veel last van slakken in de tuin. Ik heb hier in deze tuin zijn ook slakken, heb ik gezien. Maar in ieder geval, deze struik heeft daar geen last van. Hier staat de Nicia sylvatica. Dat is een boom, ik heb het wat vaker gezegd, je hebt bomen in verschillende categorieën. Van de eerste, tweede, derde, vierde categorie. Deze boom kun je inschalen in de als categorie, en dat wil zeggen de grootte van de boom, de derde, vierde. Wat wil dat zeggen? Dat hij dan ongeveer 8 tot 10 meter hoog wordt. Als jonge boom is hij hier in Nederland soms niet helemaal winterhard. Hij staat hier ook al een aantal jaren. Naar rato dat hij ouder wordt, wel. Maar deze boom heeft als prachtige sierwaarde de hele, hele mooie herfstkleur in het najaar. Nicia sylvatica. Ik zou zeggen, luisteraars, kijk eens even via Google en dan zul je zien hoe mooi die boom kan zijn. Hier ondervoor hebben we de Brunnera macrophylla silversper. De vergeet me niet. Je kunt nog zien, daar zitten nog een klein beetje bloemetjes in. De sierwaarde van deze vaste plant is natuurlijk zijn mooie, decoratieve, grootbladige blad, wat het mooi bont kleurt. Hiertussen staan nog wat Japanse anemonen, die komen wat later in de zomer tot bloei. Hier staan we bij een eik. Kijkers, ik snap het, u zult denken, een eik, dat is toch geen eik, maar dit is inderdaad wel een eik. Dit is de Quercus ilex. Het is een groenblijvende eik. Hier staat hij als meerstammige. En dit blad, dat onderste blad, dat is gewoon van vorig jaar. En een mooie meerstammige struik kun je hem hebben. Als boom met één stam zie je ze niet zoveel. Maar juist meer als meerstammig. Kijkers, en ik zou zeggen, heel graag tot de volgende keer. En nogmaals, een oproep. Heb u wat met de tuin? U wilt de tuin graag laten zien. U hebt wat problemen met planten, met bemesting, met engelingen, slakken, noem het maar op. Ik wil graag bij u in de tuin komen om daar wat advies in te geven. En wie weet, tot de volgende keer. Tot zover de tuintips.